Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. In het zuidoosten van Europa wordt het weer bepaald door een lage drukgebied. Ten noorden van Schotland ligt een hoge drukgebied en dat bepaalt ten dele het weer in onze omgeving. Vandaag zagen we veel bewolking en was de aanvoer vanuit het noorden. Het werd hooguit 15 graden en ook vanavond is het nog fris met 13 tot 14 graden en een noordelijke wind. Er zijn wolkenvelden, maar het blijft op veel plaatsen droog. Vannacht zwakt de wind geleidelijk aan af en daalt de temperatuur naar 9 tot 11 graden. En morgen draait de wind naar het zuidwesten en daardoor wordt het iets warmer dan vandaag. Het wordt 16 graden in Noord-Holland tot lokaal 19 in Limburg. De zon krijgt steeds meer ruimte. Lokaal zijn er wolkenvelden en misschien valt er op een enkele plaats een bui. Donderdag is het vrij rustig wat de wind betreft. We zien wolken, maar ook geregeld zonneschijn en het wordt warmer, 20 tot 22 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het nog iets warmer, 20 tot 23 graden in het oosten van het land. We zien geregeld de zon, maar later op de dag neemt de kans op regen en onweersbui weer toe. Op de lange termijn zien we dat we met warm lucht hebben te maken in het weekend. Maar na het weekend gaat de temperatuur geleidelijk aan weer omlaag en wordt het weer wisselvalliger. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.